Waar is de kerk eigenlijk goed voor? Want als je gelooft, waar heb je de kerk dan nog voor nodig? Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host, Joanneke. Goedemorgen Niels. Goedemorgen. Daar zitten we weer, yes. Bij de podcast. We zitten hier ook in de kerk. Is de kerk nou meer dan een gebouw voor jou? Ja, wat is de kerk voor jou? Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk het meest herkenbare voor mensen, zo'n gebouw. Maar de kerk is in eerste instantie helemaal geen gebouw. Voor mijzelf is het ook veel meer de groep mensen, zeg maar, die de kerk vormgeeft. Die samenkomt, samen het geloof beleeft, samen elkaar naar elkaar omziet, elkaar inspireert. En dat merk ik dat mij goed doet, zeg maar, aan die kerk. Dat het je een beetje uit je eigen wereld haalt, zeg maar. Je ziet daar mensen die je misschien zelf niet uitgekozen had. Of die anders niet in je netwerk zouden zitten. Die op hun manier het geloof vormgeven, dingen weten, dingen zeggen. En met elkaar kun je elkaar aanvullen, aanscherpen. Bemoedigen. En doordat het op geregelde tijden samenkomt, die kerk. Of je er nou zin in hebt of niet, of dat je het uitkomt of niet. Je gaat daarheen en je vindt daar iets. En dat helpt, ja. En je kan er wat van opknappen. Je kan er wat, ja, ik denk dat, je, dat het heel veel mensen goed zou doen, ja. Om bij een kerk te horen, ja. Dus het kenwoord is elkaar, de community. Ja, dat is heel belangrijk in een kerk, ja. Ja. Naast dat het vol zit met mensen, vooral hier bij Noorderlicht is dat zeer het geval, is het ook het huis van God. Ja, dus ik God en elkaar zou ik zeggen. Ja. Haal God weg en je houdt ook geen echte kerk over. Hè? Dan word je een clubje of een vereniging. Haal de mensen weg en je hebt gewoon een één-op-één contact met God. Dan ben je, in je eentje kun je ook geen kerk zijn. Maar God is wel degene die een kerk maakt. Ja. Uiteindelijk is het de kerk ook een idee van God, zeg maar, volgens christelijk geloof. In het Nieuwe Testament wordt de kerk ingesteld, worden mensen bij elkaar gezet, zeg maar, door God. Die samen zijn gaan geloven in Jezus Christus, die gaan elkaar opzoeken. In het Nieuwe Testament staan er allerlei aanwijzingen van hoe zo'n groep er dan uit kan zien, hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze het geloof in God kunnen vormgeven. En elkaar kunnen helpen om te blijven geloven en ook te groeien in geloof. Heb je elkaar nodig om te blijven geloven? Ja, ik denk het wel. Tuurlijk, er zijn mensen die in hun eentje kunnen geloven en dat ook wel blijven doen. Mijn ervaring is wel dat heel veel mensen dat wel heel lastig vinden ook. En dat het zeker lastig is om je geloof dan een beetje levend te houden. Het hoeft zeker niet te verdwijnen als je dat in je eentje vormgeeft. Maar het is wel veel moeilijker om het levend te houden en om er ook een beetje groei in te krijgen. Wil je groeien, ja, dan heb je gewoon af en toe inzichten van anderen nodig. Dan moet je af en toe eens wat horen van iemand anders wat je zelf niet bedacht had. Of je bidt met elkaar, of je zingt met elkaar, of je doet iets met elkaar, of je praat met elkaar. En ja, dan wordt dat geloof aangewakkerd en versterkt. En dat loop je allemaal mis als je dat in je eentje probeert te doen. Ja, in die kerk, hè, als je dan toch bij elkaar bent, dan zijn er ongetwijfeld verschillende manieren om je geloof vorm te geven met elkaar. Wat zijn daarvoor manieren? Wat voor vormen zijn daar? Ja, de vorm die de meeste mensen het best zullen kennen is op zondag samenkomen in een meestal wat grotere groep. De zondagse samenkomst, dat is het eerste. Maar er zijn ook allerlei andere vormen. In kleine verband kun je ook samenkomen. Jezus zelf zegt ergens waar twee of drie mensen bij elkaar komen in mijn naam, daar ben ik bij. Dus zou je zeggen, ja, met z'n twee of drieën kun je al kerk zijn. In een kleine groep of een iets grotere groep, hè, met z'n tienen, dat je doorpraat over een bepaald bijbelgedeelte of een thema, een soort kring. Maar het kan ook in een groep van 50 of een groep van 100 of van 1000. Er zijn geen aantallen of zo die maken, dan is het een kerk. Nee, het minst is 2 of 3. Maar er zit geen maximum aan. En het kan op allerlei vormen, tijdstippen, momenten in de week zijn. Ja, gebeurt denk ik ook iets als 2 of meer mensen ook delen waar ze mee zitten. Of waar ze tegenaan lopen in het geloof. Of wat ze juist nodig hebben. Ja. Zodat een ander daar ook weer vanuit het geloof weer op, en vanuit zichzelf ook, ja. Op kan reageren. Ja, precies. Ja. Oké, dus we hebben het over de dienst op zondag, de samenkomst. Zoals je dat noemt, kringen,
zijn er. We hebben ook natuurlijk de Alpha-cursus. Dat is daar ook denk ik een voorbeeld van. Waar sommige kringen uit voort zijn gekomen, denk ik. Ja. Kringen worden ook wel eens, denk ik, vanuit de kerk zelf georganiseerd. Ja, klopt. Als interesseavond. En wie weet. En daarnaast, wat denk ik wel ook wel veel mensen weten, maar is er ook veel vrijwilligerswerk wat gedaan wordt voor mensen die het nodig hebben. He, er is ook de diakonie, bijvoorbeeld, waar mensen uit de buurt toch een beetje worden bijgestaan op momenten dat het echt niet meer lukt. Ja, ik denk dat veel mensen bij kerk denken aan inderdaad samen zingen of naar een preek luisteren en samen bidden. Dat is ook kerk, maar elkaar steunen, bijstaan, bemoedigen, samen iets delen en daarop reageren, dat is ook kerk. En iets met je handen en voeten doen, zeg maar. Gewoon concreet mensen helpen of vanuit je geloof. Dat bijvoorbeeld met twee of drie of met z'n tienen of met z'n twintigen, dat is ook kerk. Ja. Dat je wat doet voor elkaar. Dus het is niet alleen maar met elkaar praten of met woorden bezig zijn, maar met de daad. Ja, precies. Ja. Mooi. Ja. Dus ook als iemand bijvoorbeeld een paar weken geleden was hier vanuit Noorderlicht een actie. Was het Noorderlicht XL heet het volgens mij? Noorderlicht Doet XL. Doet XL, ja. Dat was waarin mensen werden geholpen die een steuntje nodig hadden. Ja. In de tuin of in huis of anderszins. Waar mensen van de kerk dus ook daarbij kwamen helpen. Dus dat is ook een manier om de kerk op die manier vorm te geven. Ja, zelf vind ik dat heel belangrijk ook, denk ik. Het past bij Rotterdam, zou ik zeggen. Niet alleen woorden, maar ook daden. Maar dat past ook heel erg bij wat er in de Bijbel, in het Nieuwe Testament gezegd wordt tegen gelovigen of de kerk. Dat het niet alleen iets van woorden moet zijn. Mm-hmm. Maar dat je ook met de daad elkaar helpt. En ook kijkt wie je nog meer zou kunnen steunen of helpen of daarbij zijn. Dat is denk ik wel iets heel belangrijks voor een kerk, ja. En ook op bezoek gaan bij mensen die niet bij de kerk kunnen zijn, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, dan, ja. Dus de kerk is niet alleen daar waar ze op zondag samenkomt. Maar die kerk is, gedurende de week is die verspreid over, in zo'n stad als Rotterdam hopelijk op heel veel plekken. Uh-huh. En als iemand van de kerk of bepaalde mensen van de kerk daar komen waar het donker is of waar het moeilijk gaat. Dan gebeurt daar ook kerk. En en dat is zeker niet onbelangrijk. Dat is misschien wel belangrijker dan dat wat je op zondag ziet in een kerkgebouw. Ja, dus een kerk is meer dan een gebouw alleen. Maar zeker, het gaat ook veel verder dan dat. Het is niet beperkt tot het gebouw alleen. Nee, duidelijk. Oké, zijn nu alle andere kerken ook zo ingericht? Of zijn er nog verschillende soorten smaakjes? Ja, je hebt heel veel verschillende smaken, stijlen. In de Bijbel staan ook bijzonder weinig aanwijzingen voor hoe je een kerkdienst moet vormgeven of hoe je je gemeente moet organiseren. Hier of daar wel wat. Dat gaat dan vaak wat over leiderschap en hoe je dat niet misbruikt of dat soort dingen. Maar het gaat niet over tijdstippen of aantallen of stijlen of welke soort muziek het beste is. En dus zie je dat kerken dat allemaal zelf uitzoeken. En dat is ook wat bij iemands cultuur past. Hè. Dus als Afrikaanse christenen bij elkaar komen, krijg je waarschijnlijk een andere stijl van kerk zijn dan als Hollandse mensen elkaar opzoeken in een kerk. En dat lijkt mij ook prima. Oké, maar dat klinkt wel een beetje alsof het een soort van we bepalen het zelf wel kerk is. Als het gaat om de vorm, denk ik dat het niet zoveel uitmaakt hoe mensen samenkomen. Maar qua inhoud, niet alles is kerk, zeg maar. Ik denk dat er drie dingen zijn om te onderscheiden of iets werkelijk kerk is. Namelijk dat het een groep is die zich richt op God. En het woord van God, de Bijbel, probeert hoe kom je verder in het spoor van Jezus Christus. Hè? Dus dat centraal stelt. Een kerk is een groep mensen die zich richt op God. De tweede is dat het een groep mensen is die gericht is op elkaar. Dus die er voor elkaar probeert te zijn. Elkaar te bemoedigen. Elkaars lasten te dragen. Elkaar te bemoedigen enzovoort. En het derde is dat die groep mensen er niet alleen maar voor zichzelf is. Maar dat die gericht is op de wereld of op haar omgeving. Dus de kerk is niet een organisatie die alleen maar is voor haar eigen leden. Die kerk is er ook in principe voor iedereen en ook voor niet-leden. Dus een kerk is nooit in zichzelf gekeerd. In ieder geval, dat zou het niet moeten zijn, maar altijd ook gericht op die buitenwereld. Dus God, elkaar en de wereld, die drie dingen moet je altijd herkennen in een kerk. En als je een van die drie dingen niet herkent in een kerk, dan ben je misschien een aardig clubje, maar dan ben je niet een kerk zoals het bedoeld is.
Ja, dus die drie dingen die horen daar echt in te zitten. Yes. Als ik denk over het denk aan het op het elkaar gericht zijn en op de wereld, dan denk ik ook aan de Noordermarkt van een paar weken geleden. Ja. Dus, dat is een typisch evenement waar mensen uit de buurt en gewoon uit Rotterdam ook even aan kunnen komen lopen om te zoeken of er nog wat leuke spulletjes van de rommelmarkt zijn of wat ook, en waarin je in gesprek kunt raken. Ja, en zo heeft denk ik elke kerk, hoop ik, wel activiteiten die er zijn voor de buurt of de wijk, of waar het gewoon concreet wordt gemaakt dat er voor de omgeving zijn. Het ligt natuurlijk ook aan hoe je omgeving eruit ziet. Welke problemen daar zijn, waar die wijkbewoners mee zitten. Ik zou hopen dat elke kerk een beetje creatief zoekt naar wat zij kan betekenen voor mensen om haar heen. Mm-hmm. En dat zal er in elke stad of dorp misschien weer anders uitzien. Merken jullie verschil tussen de verschillende vestigingen van Noorderlichtkerk in Rotterdam? We hebben natuurlijk de Oranjekerk, de Overdagkerk, en hier Noorderlicht in de Prinsenkerk. Omdat de context, de wijk wat verschilt, merk je ook dat een kerk in haar activiteiten naar buiten toe ook verschilt. En dan denk ik dat wij als Noorderlicht ook heel erg ook maar een kerk zijn in een vrij grote stad als Rotterdam. Dat je ook heel veel verschillende kerken nodig hebt, die ook allemaal weer verschillende dingen doen. Mm-hmm. Die ook in verschillende dingen misschien goed zijn. Zodat je elkaar aanvult in het er zijn voor deze stad. Mm-hmm. En waar je soms misschien een beetje de plank mis kunt slaan. Want ja, niemand is feilloos. En er gaat ook wel eens iets mis in de kerk. Hè? Soms is er wat sociale controle of mensen hebben een beetje gekissebis. Wat doe je dan? Wat moet je daarmee? Ja, ik denk heel realistisch zijn dat het gewoon gebeurt en ook zal blijven gebeuren. In de allereerste begin van de kerk in het Nieuw Testament is daarvan te lezen dat er ook al heel snel soms gedoe kan ontstaan of een conflict kan groeien. Dat soort dingen gebeuren. Waar mensen bij elkaar zitten, ook christenen, zeker geen feilloze mensen, ontstaat soms gewoon gedoe of conflict. En dat is naar, dat is vervelend. Maar lijkt mij nog geen reden om het hele idee maar op te geven. Maar om gewoon toch wel door te gaan. Omdat het idee van kerk zijn, dat is zo goed voor mensen. En zou mensen zo kunnen helpen dat we dat idee zeker niet moeten opgeven als het tegen zit of mislukt. Hmm. En soms is het een kwestie van bijleggen, goed maken, excuses aanbieden en zoeken naar herstel. En zeker niet doen alsof het er niet bestaat, alsof het er niet mag zijn. Maar dat wel eerlijk te erkennen, maar ondertussen te blijven werken aan hoe je het weer beter kunt krijgen. En hoe je weer zo kerk kunt zijn dat mensen daar weer blij van worden. En dat zodat het is zoals God het bedoeld had. Hmm. Ja, kan het geloof daar dan ook bij helpen om misschien sneller of makkelijker of vanuit een andere gevoel of gedachte een ruzie bijleggen? Ik zou het wel hopen, ja. In de kern van het christelijk geloof staat iets als vergeving. Als je gelooft dat God jou vergeven heeft, dan wordt het misschien ook makkelijker om die anderen te vergeven die misschien iets verkeerds heeft gedaan. Ook in de Bijbel staan er ook wel aanwijzingen voor hoe je het kunt bijleggen zodat je de gemeenschap weer kunt herstellen. Dus ik zou hopen dat het geloof daar wel bij zou helpen, ja. Ja, ik kan me voorstellen als je je kerk voelt als een verlengstuk van je huis. In jouw geval letterlijk, maar... Ja, ik woon hiernaast, ja. Precies. Ja. Maar ook gewoon als buurtbewoner en lid van de kerk kan ik me voorstellen als de kerk dus een verlengstuk is van de plek waar je het veiligst voelt, dan is er ook veel aan gelegen om ruzies niet te laten voormodderen en dat ook gewoon op te lossen. Ja, precies. Een beeld wat voor de kerk nogal eens gebruikt wordt in de Bijbel is het beeld van een gezin. Nou ja, iedereen weet in een gezin, daar knettert het wel eens, zeg maar. En maar daar geef je, als het goed is, elkaar toch niet op. En blijf je volhouden en elkaar weer opzoeken. Zou de bedoeling zijn ook in een kerk, dat je elkaar toch weer opzoekt, ook al knetterde het even of ging het even mis. Wat hoop je? Wat is jouw wens voor de kerk? Voor deze kerk en kerk in het bijzonder? Ja, ik hoop dat de kerk in elke tijd, elke fase, in elke cultuur, in ons geval hier in Rotterdam, teruggaat naar de bedoeling die God had met de kerk. En dat de kerk weer elke keer weer gaat functioneren zoals hij dat ook graag zou zien. En dat de kerk niet maar blijft vasthouden aan hoe het ooit was, hè, 50 jaar geleden, 100 jaar geleden. Maar dat ze zichzelf elke keer weer opnieuw uitvindt in een nieuwe tijd. Waardoor ze het mensen makkelijker maakt om te geloven.
Dus dat je niet eerst 50 jaar terug moet, zeg maar, om je dat geloof eigen te maken. Maar dat mensen gewoon van deze tijd, dat de kerk hen helpt om te geloven en om dat geloof handen en voeten te geven. En ik hoop dan ook maar dat de kerk niet alleen het mensen wat makkelijker maakt om te geloven, maar dat de kerk het God ook wat makkelijker maakt om zijn werk in deze wereld te doen. Ik denk dat de kerk wordt vaak vergeleken met het lichaam van Jezus Christus. Dus je zou kunnen zeggen, de kerk zijn de handen, de voeten, de mond, de oren van Jezus. Nou, en hoe beter zo'n kerk functioneert, hoe eerder mensen Jezus Christus kunnen herkennen. En dat hoop ik, dat zo werkt, dat kerken niet alleen maar mooi praten, maar ook het goede doen. En eerlijk zijn als het misgaat en elke keer weer het blijven proberen om zo kerk te zijn zoals dat de bedoeling was. Mooie wens. Yes, ja. Dankjewel. Dankjewel. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet beantwoordt de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de volgende keer.